Vanmorgen lag Sanne van Paassen nog in deze MRI-scan in het ziekenhuis in Ede. En vanmiddag trainde ze pijnvrij en met een glimlach in de bossen vlakbij Wageningen, waar ze vroeger studeerde. Na 6 maanden sukkelen komt de rentree in het veld steeds dichterbij. Heel erg last van mijn bovenbenen en achteraf is het, heb ik enorm veel spanning aan mijn fascie. En er is enorm veel spanning op mijn bovenbeenspieren, vooral aan de binnenkant van mijn bovenbenen. En gelukkig gaat het nu de goede kant uit, dus door veel behandelingen wordt dat beter. De behandeling van haar bovenbeenblessure is simpel en effectief, maar niet zonder pijn. Ja, het was echt gewoon pijn verbijt, tranen verbijten en dan zit je ook nog terugweg in de auto en denk je, wat doe ik het toch allemaal voor, al die pijn. Van Paassen had maandenlang geen uitzicht op herstel. De gedachte om een punt te zetten achter haar carrière dook dan ook steeds vaker in haar hoofd op. Ja, natuurlijk heb ik dat eens door mijn hoofd heen gegaan. En ik heb voor mezelf ook al gezegd van, joh, als ik voor december nog niks weet, dan weet ik niet wat gaat gebeuren. In 2009 werd Van Paassen 4e op het WK veldrijden in Hoogerijde. Over 2 maanden wordt op diezelfde plek weer het WK gehouden, maar zonder Van Paassen. Ik ben erbij, maar denk niet op de fiets. Dat zou het nu in korte tijd heel veel stappen moeten maken. En ik moet natuurlijk aan de toekomst denken dat niet binnen nu een korte termijn weer die blessure terugkomt. Dus ook geen WK in eigen land. Doei! Doei! Maar het vooruitzicht om pijnvrij wedstrijden te kunnen rijden maakt een hoop goed.